In februari komt het complete archief van Jan Wolkers aan in Leiden. Deze week wordt een flink deel daaruit tentoongesteld, tot grote vreugde van de weduwe van Wolkers. Ik ben heel trots, want het is erg leuk om al dat materiaal weer terug te zien op een andere manier. Gerangschikt, prachtig in vitrines en haar onderwerp. Ik vind het bijzonder leuk, ja. De organisatoren zien de waanzinnige Wolkersweek eigenlijk als een cadeau aan de stad. Ik denk dat het belangrijk is als je een archief hebt dat het ontsloten wordt en gebruikt gaat worden voor onderwijs en onderzoek. Maar ook dat je teruggeeft aan de stad. Dat eigenlijk de bewoners van de stad weer kennis kunnen maken met ja, het erfgoed wat er hier dan binnen is gekomen. Van Wolkers. Van Omme is ook gids bij de stadswandelingen die deze week rond Wolkers worden georganiseerd. De Venusfiguur uit het verfilmde boek Kort Amerikaans mag daarbij niet ontbreken. Waarin de hoofdfiguur Erik van Poelgeest uit Kort Amerikaans hevig verliefd wordt en eigenlijk een liefdescène heeft. Een erotische aanvaring zou je kunnen zeggen. En deze kopie is gemaakt voor de film en die bewaren ze nog steeds hier. De stadswandelingen zitten al helemaal vol. Het geeft aan dat Wolkers ruim 10 jaar na zijn dood nog steeds populair is. Als ik zeg Jan Wolkers, wat zegt u dan? Schrijver, kunstenaar, eigenlijk van alles. We hebben een keer hier gehad dat ik hier aan het lesgeven was, dat hij binnenkwam lopen. Dat was heel erg leuk, dat was een hele leuke ervaring. Het Turks fruit. Dat is een boek wat ik niet mocht lezen, maar wel gedaan heb. Ja. Ook mijn vader ging toch het boek lezen, puur denk ik vanwege de seksscènes. Dat in die tijd natuurlijk toch wel heel baanbrekend was om dat zo allemaal neer te zetten. Dat heeft hij toch wel heel veel mee bewerkstelligd.